het wachten is of het Nederlandse Openbaar Ministerie binnen 2 weken in cassatie gaat. De Indiase overheid is akkoord gegaan met het verzoek van Suriname om te komen tot schuldherschikking. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Bibas, zegt dat na enkele dagen onderhandelen met de autoriteiten in India, de Surinaamse delegatie op 9 januari goed nieuws heeft ontvangen. De schuldherschikking is volgens hem een van de meest belangrijke aspecten die aan de orde is gekomen in het gesprek tussen president Chandrika Prasad Santokhi en de Indiase premier Narendra Modi. Voorafgaand aan het gesprek tussen de twee regeringsleiders zijn experts van het Surinaams Bureau voor de Staatsschuld voortdurend in onderhandeling geweest met de Exim Bank van India. Het gaat om een relatief klein bedrag, $38 miljoen. Het is symbolisch wel belangrijk dat wij tot afronding komen, omdat dit een van de uitstaande bilaterale schuldarrangementen is, aldus minister Ramdin. De Bibi's minister wijst er vervolgens op dat met de goedkeuring van de Indiase regering het proces kan worden afgerond. We hopen dat er op basis daarvan een samenwerking komt tussen Exim Bank India en het ministerie van Financiën en Planning om spoedig de overeenkomst te ondertekenen. Dit is de derde schuldherschikking op rij na Nederland en Frankrijk. Italië en Israël volgen binnenkort, benadrukt de minister Ramdin. Een belangrijke reden voor de schuldherschikking is om middelen vanuit India, die on hold waren gezet vanwege het IMF-programma, los te krijgen. Het gaat om ongeveer $48,5 miljoen.